Universiteit van Nederland. In de diepte van ons lichaam bevindt zich een mysterieuze wereld. Onze darmen. Een gigantisch orgaan, 7 meter lang, bevolkt door miljarden bacteriën die een allesbepalende rol spelen in onze gezondheid. Maar wat er precies gebeurt in die donkere krochten? We weten er nog verbazingwekkend weinig over. Van mond tot kont, een onbekend gebied. Dat wel schreeuwt om ontdekt te worden. Darmen zijn zo belangrijk voor je hele gezondheid. Zo zijn er vermoedens dat er een verband is tussen darmen en ziektes als Alzheimer en depressie. Er is zelfs een link met je gemoedstoestand en ook met hoe je je gedraagt. Maar los daarvan kunnen je darmen voor andere problemen zorgen. Zo heeft 1 op de 5 mensen wereldwijd last van een prikkelbaar darmsyndroom. Overgevoelige darmen, waardoor je bijvoorbeeld buikpijn kan krijgen. En in je darmen kunnen allerlei intoleranties ontstaan voor bijvoorbeeld lactose en gluten. Maar hoe die darmen al deze problemen veroorzaken, daar valt nog veel over te ontdekken. En hoe komt het dat we daar nog zo weinig van afweten? Het is zo moeilijk onderzoek doen. Dus we weten eigenlijk alleen wat er uitkomt in de wc. Daar kunnen we naar kijken. Maar ja, dat is natuurlijk niet alles. Wil je echt een sampletje nemen om verder onderzoek te doen van welke bacteriën zitten er of hoe ver is je eten verteerd, dan moet je met een slangetje eigenlijk via de neus, via de keel, slokdarm, maag door. Je moet eigenlijk een aantal uur in het ziekenhuis blijven, wil hij helemaal tot het eind van de dunne darm komen en daar een sampletje nemen. Nou, en dan moet het weer terug ook? En het moet ook weer terug, ja precies. We doen het wel eens. Maar het is niet heel prettig. Dus willen we die mysteries van de darm ontrafelen, dan moet er een makkelijkere onderzoeksmethode komen. Op de Wageningen Universiteit bouwden ze ons maag en 7 meter lange darmstelsel na. Het is een groot apparaat vol knoppen en metertjes en slangetjes die etensresten en poepbacteriën rondpompen richting 4 wekpotten. En daarin kan iemand als Jurria Mes, voeding- en gezondheidsonderzoeker, zien wat er in onze dunne en dikke darm gebeurt. Een onderzoek met een luchtje. Die bacteriën die maken bepaalde stoffen, die gassen. Sommige reukloos, maar sommige die ruik je wel. Om meer te weten te komen over die donkere krochten van de darmen, leggen we vandaag de route af die ons eten ook volgt door het menselijk lichaam. Het eten gaat er hier van bovenin. Aan het einde van deze aflevering hoor je wat goed is om te eten, zodat je gezonde darmen krijgt. Of probiotica-drankjes nou zin hebben of niet. En hoe het kan dat onze darmen ons brein beïnvloeden. Maar eerst de ontdekkingsreis van mond tot kont. Een route die gemiddeld 34 uur duurt. Net als deze aflevering. Nee hoor, dat is een grapje. Dat zit ongeveer tussen de 1 tot 3 dagen. Dat is verschil per persoon. En wil je nou weten hoe lang dat bij jou duurt? Eet dan een blauw cakeje en check regelmatig de wc. Die cake is blauw omdat het een kleurstof is die we heel goed kunnen volgen. Het is heel duidelijk zichtbaar in je poep. Dus we geven mensen 2 van die muffins. Die moeten ze eten bij hun ontbijt. En vervolgens kijken wanneer is mijn poep blauw geworden. En dat is de tijd die het voedingsproduct erover deed. Van mond tot kont. Oké, blauw cakeje. De reis start nu. Ja, het eerste is kauwen natuurlijk. Je wil weten hoe een voedingsproduct uit elkaar valt bij het kauwen. Dat boten we na in het lab door het in stukjes te hakken. Je moet eigenlijk overdreven veel kauwen naar je gevoel. En overdreven veel kauwen, hoe vaak moet ik dan aan denken? Ja, er zijn er niet echt getallen voor, maar ze zeggen wel 20 tot 40 keer. Nou, dan heb je echt het gevoel alsof je een herkauwer bent. Voor je darmbacteriën is dat lekker, want anders kunnen ze het nauwelijks verwerken. Soms heb je pinda's bijvoorbeeld, waar je te weinig op kauwt. Dan vind je ze gewoon nog in de wc terug. Nou, dan hebben we eigenlijk geen mogelijkheid gehad om er voedingsstoffen uit op te nemen. Dus als je iets heel terug ziet, dan is het geen goed teken? Nee. Als er alleen nog maar een klein stukje over is van een blauwe cakeje, is het tijd voor de volgende stop. In de maag, daar wordt het heel erg zuur gemaakt. Dus door het zuren breekt het verder af. En dat bood Juriaan na in een ander apparaat dat ze vol laten lopen met maagzuur. In de maag wordt het eten eigenlijk continu gemasseerd. Deze rollers, die bootsen de spieren in de maagwand na. Daar wordt ook ons eten gekneed. En op die manier samen met de maagzuren vermengd, waardoor de voedingsstoffen die stukjes kunnen opbreken en wanneer ze in de dunne darm komen, beter worden opgenomen. Na de maag reist ons blauwe cakeje verder naar de dunne darm. En die is heel lang.
En die kronkelt zo helemaal heen en weer. En ook deze heeft Juriaan nagebouwd. Die wordt vervolgens via de slangen in de dunne darm gepompt. En hier in de dunne darm komen er enzymen, schaartjes bij, om het eten in stukjes te knippen. En die enzymen zijn zulke kleine schaartjes dat je ze niet met het blote oog kan zien. Tijdens die reis door de dunne darm vindt de opname van allerlei voedingsstoffen plaats. Dus die opgeknipte eiwitten en vetten, die worden eigenlijk door die darmwand heen getransporteerd. Maar de dunne darm kan niet al ons eten verteren. En daarom hebben we ook nog een dikke darm. Alles wat eigenlijk niet opgenomen wordt, dus dat zijn die restanten van vezels, groenten, fruit, die gaan helemaal aan de onderkant de dikke darm in. De dikke darm, dat is een wereld op zich. Waar miljarden bacteriën oorlog voeren om andere bacteriën weg te jagen. De bacteriën in onze darm hebben we echt nodig. We willen echt het voedsel laten verteren door die bacteriën. Maar ja, er zijn goede en slechte. De goede die helpen ons om die gunstige stofjes te maken. Ze kunnen bijvoorbeeld ook vitamine maken in je darmen. Ze maken bepaalde vetzuren die heel gunstig voor ons zijn. En je hebt erbij die heel erg schadelijk zijn. Eigenlijk de ziekmakende bacteriën. Die wil je niet. En bij iedereen ziet die samenstelling van bacteriën, dat microbioomwereldje, er net een beetje anders uit. We hebben eigenlijk allemaal een uniek patroon. Het is bijna als een fingerprint. Dat eigen unieke microbioom bouw je grotendeels tijdens je eerste levensjaren. Als je geboren wordt, is het bijna nog steriel, kan je zeggen. Heel weinig bacteriën. En dan sabbel je op je hand, aan de borst, op de speen. Langzaam komen daarmee de bacteriën in onze darmen en die beginnen te groeien. Voor jouw gezondheid is het beter als er heel veel verschillende bacteriën in je darmen zitten. Meer variatie is beter. En als er dan eens een slechte bacterie binnenkomt, dan ben je eigenlijk beter uitgerust om die te onderdrukken, zodat die geen probleem gaat vormen. En daardoor moet je dus heel gevarieerd eten. Want met gevarieerd eten krijg je eigenlijk meer variatie aan darmbacteriën. Sommige dingen die je eet zorgen voor slechte darmbacteriën. Ja, suikers. Als het in je dikke darm komt, dan kunnen eigenlijk alle bacteriën daar heel makkelijk op groeien. Ook de slechtere. En dat wil je niet. Wat je juist wel moet eten? Veel groenten, fruit, veel vezels, bessen, veel yoghurt eten. Zitten ook bacteriën in? Zitten heel veel bacteriën in de yoghurt. Er zijn ook studies gedaan waarin echt een link is gelegd tussen gezondheid en het eten van yoghurt en dergelijke gefermenteerde producten waar veel bacteriën in zitten. Het kan ook zuurkool zijn. Het kan ook probiotische bacteriën zijn. Vaak zeggen ze ook dat die probiotica helpt om eigenlijk je weerbaarder te maken tegen die ziekmakende bacteriën. En Juriaan noemde het al, vezels, vezels en nog meer vezels. Het is superfood voor de bacteriën. Die maken daardoor ook bepaalde stoffen die gezond zijn voor ons. Maar daarnaast hebben die vezels ook nog de mogelijkheid om water vast te houden. Daardoor wordt je poep eigenlijk zachter. Kan je makkelijker naar de wc. Wordt ook vaak wat meer. Maar dat is alleen maar gunstig. We blijven nog even in die dikke darm en bij je microbioom. Stel, je hebt veel van die slechte bacteriën. Dan kan dat voor serieuze problemen zorgen. We weten dat de darmbacteriën bepaalde stofjes maken die verder omgezet kunnen worden in ons lichaam en getransporteerd naar de hersenen en daar een invloed kunnen hebben op onze stemmingen. Zo zijn er steeds meer aanwijzingen dat er een verband is tussen bacteriën in onze darmen en depressie. Daar weten we nog eigenlijk heel weinig van. Welke combinatie van eten en bacteriën zorgt nou voor die giftige stoffen in de hersenen? Nou, dat is precies zo'n mysterie waar Juriaan meer over kan achterhalen met zijn machine. Hierin kan hij iemands eigen microbioom stoppen. Dat doet hij door de bacteriën uit je poep te halen en dan samen met verschillende voeding door die darmmachine te sturen. Op die manier kan hij van heel veel mensen die mond tot kontroutes doorlopen. Wat wij doen is hier een monster van nemen. Analyseren welke bacteriën zitten erin, hoeveel vitamine zijn er van gemaakt, hoeveel andere stoffen zijn er gemaakt. Zijn er misschien stofjes die eigenlijk slecht voor ons zijn geproduceerd,
En welke bacterie heeft dat dan gedaan? En zo kan hij veel data verzamelen van hoe voedsel en bacteriën op elkaar reageren en eventueel giftig worden. Dus we kunnen chemische analyses daarop doen en zien van, onder met die bacterie, met die voeding, ontstaan die stofjes die eigenlijk misschien wel toxisch zijn voor de hersenen. En dan zouden we een advies kunnen doen naar die mensen. Met zo'n darmpopulatie zou ik maar beter die producten eten. Want dan gaan de goede bacteriën wat toenemen in aantal en de slechte afnemen. Oké, dus jullie kunnen ook mijn bacteriën hierin stoppen om te kijken hoe mijn dikke darm eruit ziet bijvoorbeeld. Zeker. We werken hier allemaal met donaties, wat we dan noemen. Poepsamples van vrijwilligers. Het zou jouw poep ook kunnen zijn. En hoe ziet die goede samenstelling eruit? Wat is de ideale drol, zeg maar? Dat is heel moeilijk te zeggen. Dat is voor elke persoon ook weer anders. Als het allemaal niet zo goed werkt in je lichaam, dan kan ook de kleur van je poep veranderen. Die kan zelfs wit, grijs, geel worden. Maar mooie bruine kleur. Moet ook niet te donker worden, want dan zou er ook weer oud bloed in kunnen zitten. Dus mooie bruine keutel. Keutel wel, dus niet een... Nou, een mooie bruine letter. Oké, nou, een mooie bruine letter. Ja, we gaan allemaal gewoon enorm ons best doen. Dankjewel. En jij, lieve luisteraar, bedankt voor het kijken of het luisteren.